Hallo en welkom. We zijn op het moment in ons mooie huisje. Dit heb ik buiten de opname gebouwd. Want ik vond het zo irritant dat al die bende op me buiten gewoon op mijn eiland stond. Dus ik heb een beetje de basis gebouwd van een huisje. En ja, we hebben hier een mooi huisje. En hiernaast, ja, dit was eigenlijk het platform wat ik vandaag wou gaan bebouwen. En ja, ik heb ook een meloenfarm heb ik even gebouwd. Kijken of dat werkt. Als niet tegen automatische redstone machines behadden. Ik heb allemaal meloen heb ik hierin gestoken. En ik ben benieuwd of hij gaat werken. Ik heb hem nog niet echt actief in werking gezien. Dus we gaan zien of er meloentjes groeien. En die dan gesloopt worden door de piston. En dan in ons kissie belanden. En ja, zoals jullie kunnen zien, ik heb ook nog wat van dat geplaatst. Van de sugarcane en de cobblemachine werkt nog steeds. En we hebben hier een heel groot gebouw. En ja, het is nog niet in de buurt vanaf. En ik heb weer vensters als ramen gebruikt. Die ik niet zo heel veel hout, maar dat komt wel goed. Maar ik wou dus eigenlijk vandaag verder bouwen aan dit gebouw. Want zoals beloofd, eigenlijk in de vorige aflevering zouden we dit gebouw gaan bouwen. Maar ik kon het gewoon niet laten om een beetje te experimenteren met wat vind ik nou leuk op dit eiland en zo. Met zo'n beetje zo'n plat geveltje. En wat past hier nou het best bij? Dus dat wordt het huis waar we farms en zo, van kleine animal farms in gaan doen. En hier gaan we de. Dit is gewoon ons woonhuis op het moment. Dus wat we eventjes gaan doen is wij gaan heel veel hout meenemen. Eigenlijk gewoon alles wat met hout te maken heeft wat we op het moment hebben. Spruce en cobblestone, dat is alles wat we nodig hebben. Dan moet ik natuurlijk zeg maar wel veel cobblestone meenemen. Dat schijnt te werken. Hebben we nog meer nodig? Ja, oh, ik zag deuren. Ja, deuren zijn ook wel handig. Hebben we ook nog iets van sticks of zo? Ja, 5. Dat is eigenlijk niet genoeg, denk ik. Ik heb hier nog wat spruishout. En dat was het zo'n beetje. Nou, de boom hier, die zou aan het groeien moeten zijn. Hebben we nog bone meal? Ja, we hebben nog bone meal. Dan gaan we eventjes de grote boom laten groeien. Dat heeft niet geholpen. Goed verhaal. Doen we de deur even lekker dicht. En dan gaan we in een timelapse, nu al, lekker in de. Gelijk beginnen we met een mooie timelapse. Gaan wij mooi bouwen aan dit huis. En ik ben benieuwd of we het vandaag af gaan krijgen. Want ik wil graag die pickspanner in werking hebben. Dus we gaan lekker dit huis afbouwen in de timelapse. Grapje, we gaan nog helemaal niet beginnen met de timelapse. Ah, ik heb iedereen die kijkt, heb ik gewoon keihard geprankt. We gaan gewoon. Even naar de span, dan gaan wij de dagelijkse sleutel claimen. We hebben een item van de dag, zo'n 8 name tags. Oei. Ja, maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin om missies te voltooien, weet je. Ik wil gewoon lekker doorbouwen aan mijn eiland. Dus wat wij gaan doen is, wij gaan eventjes één key gebruiken op de daily kist. Even kijken, wij krijgen 20 bookshelves. Die kunnen wel leuk zijn. Even kijken, we hebben 20% kans op 8 diamonds. 10% kans op 1 ultra sleutel. Efficiency daily pickaxe. De daily en de daily axe. We kunnen de netherite ingots krijgen. En ik heb al een keer de lanterns gehad. Ik ben benieuwd wat we nu gaan krijgen. De diamonds zouden wel heel chill zijn. Dan kunnen we nog een diamond blok maken. Weer 32 bookshelves. Daar ben ik eigenlijk ook wel best tevreden mee. Was het niet ES Go? Ja, daar ben ik er gelijk. Mooi. Nou, dan gaan we nu wel beginnen met de timeline.
Nou, we zijn in de timelapse zijn we een flink stuk verder gegaan. We hebben een mooi huis op zich gecreëerd, mooi gebouw. Ik vind, ik heb iets heel geks toegepast, zeg maar. De eerste muur is 4 lang en daarna gaat hij door op 3. Dus hij heeft een soort van, hij is een klein beetje lang hier, dat je zeg maar die inkeping hier hebt. Dat vond ik wel leuk. De varkensspanner werkt. Ik weet niet hoeveel het er nu zijn. Het lijkt op 20 varkentjes. En hoeveel mochten er staan? Totale mobs gespand 25. Speler activatieafstand. Dus ik moet binnen 6 blokken zijn. Het varken spant binnen 4 blokken. Entity zoekafstand is 4 blokken. Uitgeschakelde mob AI. Geen idee wat dat zou zijn. Hij moet er minimaal 1 spannen. En hij kan er maximaal 4 in één keer spannen. Oké, hij spant er 1 keer in de 800 tik spant hij of zo. Geldig spannen. Hij kan spannen. En we hebben 24 varkentjes. Dus dan gaan we eventjes naar binnen. Weet het, op de hulpeiland of zo, of op Spanneiland heb ik natuurlijk ook heel veel raw pork chop gefarmd. Dus we hebben 2 stacks en 34. Als we nu naar de shop gaan en wij gaan naar Farms en Eten en wij gaan hier naar raw pork chop, dan kunnen wij per stack 320 krijgen. We kunnen makkelijk die 5k terugverdienen. We kunnen makkelijk die 5k terugverdienen. Hoppa, en gelijk 1700. Dat is wel lekker. Je hebt Porkchop gekocht. Ik heb het verkocht. Hij zegt gekocht, maar ik heb het verkocht. Hier gaan we fout. Nou, als we nu naar IS Bank gaan en wij knallen eventjes het geld terug op onze bank. Dan hebben wij 6869. Heel mooi. Dan ga ik lekker off-cam nog lekker heel veel varkentjes farmen. En dan gaan we even kijken. Misschien hebben ze op MP wel al een leuke nieuwe. Ze hebben een creeper-spanner van 75.000. Ze hebben 3 Enderman-spanners van 2,5 miljoen. 1 Enderman-spanner van 2 ton. Heel veel Enderman-spawners gaan er opeens rond. Even kijken. We hebben blaze-spanners en we hebben creeper-spanners. De creeperspanner lijkt me ook nog wel geinig op zich om te hebben. Even kijken, oh, dat is informatie. Dat doet niet zoveel. Even kijken, we hebben hier skeleton spanner van 500.000 euro. Dat zijn er 5, dus 100.000 het stuk. Ik denk dat we heel wat spanners hier veel goedkoper kunnen. Een brown mushroom voor 101 euro. Guardian spanner 800.000. Je hebt niet genoeg geld om dit te kopen, dat weet ik. Even kijken, we hebben hier 8 pikspanners voor 80k, dus dat is 10.000 per stuk. We hebben er eentje voor 5.000. Dat was een goede zet, denk ik. Ik denk dat we hem. Ik hoorde trouwens. Hier, kijk, hij werkt! Hij werkt gewoon! Hij duwt ze alleen niet ver genoeg. Hij werkt gewoon, hij doet het! Varkens, dus die ga ik even lekker afslachten. En ik wil jou lekker bedanken voor het kijken naar deze video. Heb je nou genoten? Abonneer dan zeker. En dan zie je graag bij de volgende aflevering, waarin we waarschijnlijk heel veel varkensvlees en meloenpitjes gaan verkopen. Tot de volgende. Later.